Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We hebben vandaag in Nederland te maken met buien. En Het is nog vrij koel cool in een groot deel van Europa, maar er komt wel een klein beetje verandering aan. Dat kunnen we ook zien in de Maxima kaart. En vandaag in het zuiden van Spanje bijvoorbeeld een klein beetje oranje, een klein beetje meer dan 25 graden. Maar als we naar nou morgenmiddag kijken, dan zien we dat dat gebied al groter is geworden. Een groot deel van Spanje warmt dan al wat op, maar in Europa is het nog. Uh, aan de koele kant, en vooral in dit deel van Europa, is het echt boos. Daar gaat het flink regenen, maar daar kom ik zo meteen verder op terug. Maar toch, die temperatuur die gaat langzaam wat terrein winnen. Want als we dan naar de maxima van zaterdag kijken, dan zien we dat het na een koude nacht in Centraal-Europa zaterdagmiddag langzaam wat warmer wordt. En dat we dan rode kleuren zien in het zuiden van Spanje. Dat is meer dan 30 graden. En het oranje gebied wordt ook langzaam wat groter. Het gaat traag, maar de warme lucht begint zich in Europa te manifesteren. En dan is het een kwestie van tijd met de juiste windrichting dat het ook onze kant op gaat komen. Temperaturen gaan op de lange termijn dus wat omhoog in Europa. Maar morgen merken we daar nog weinig van. Dat komt vooral door een lage drukgebied. Dat lage drukgebied heeft een koers dat via het noorden van Frankrijk naar het zuiden van Duitsland trekt. Daar gaat veel regen vallen in dat gebied, in het westen van Zwitserland misschien zelfs 100 mm tot morgenavond. En wij in Nederland wij hebben mazzel. Wij lopen het uh, regengebied eigenlijk grotendeels mis. Het trekt dus vooral over Frankrijk, ook over een deel van België. In Luxemburg bijvoorbeeld gaat het ook 20 mm vallen. Maar bij ons, zelfs in het zuiden van Limburg, blijft het droog op een enkel buitje na. Zaterdag is het ook nog prima, maar dan komt er weer een nieuw uh, lage drukgebied aan. Dat regengebied trekt niet naar het zuiden van Duitsland, maar gaat uiteindelijk naar ons trekken. Daar krijgen we dan zaterdag later op de avond mee te maken. Zo ver is het gelukkig allemaal nog niet. Vanavond nog enkel buitje. Buigheid neemt wel af. We steeds meer plaatsen lossen ook de stapelwolken op. Dus tot een uur of negen kan de zon nog aardig schijnen. Vooral de westelijke helft van het land. Vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog. Temperaturen dalen in de opklaarsgebieden tot rond 2 graden. Kan af en toe vrij helder zijn. In het noorden zijn er wat meer wolkenvelden. En morgen overdag blijft het dus grotendeels droog. In het zuiden wel veel bewolking. Dat heeft allemaal te maken met dat regengebied wat over Frankrijk trekt. Maar de regen zoals gezegd bereidt Limburg niet. Temperaturen in het zuiden 13 graden, in het noorden is het 11, op de Waddeneilanden 10 graden en er waait een matige wind uit de noordelijke richting. In de noordelijke helft van het land wel de meeste zonneschijn, voorals middags schijnt de zon af en toe flink. Het zuiden blijft dus grotendeels bewolkt. Zaterdag is het allemaal wat eerlijker verdeeld, dan draait de wind geleidelijk van noord naar oost. Dan hebben we overal droog weer en zonnige periode. Alleen de temperatuur laat nog duidelijke verschillen zien. Op de Waddeneilanden opnieuw 11 graden, maar in Limburg kan het 15 graden worden. Zaterdagavond gaat het in het zuiden regenen. Zondag trekt dat regengebied langzaam noordwaarts. Dan worden 13 graden in het noorden, daar nog steeds frisjes, maar in het zuiden 16 naar 17 graden. En ik heb een zonnetje erbij gezet in het zuiden. Nou, als die op tijd doorbreekt kan het in het zuiden zelfs 20 graden worden zondag. Daar is dus nog een kleine verrassing mogelijk. Maandag een enkele bui, dan temperaturen van 13 graden in het noordwesten tot 18 in het zuidoosten. Dus de kille lucht van vandaag met 10 tot 13 graden, die beginnen we toch langzaam kwijt te raken. En ook volgende week zien we dat de temperaturen meestal wel rond de 15 graden uitkomen, met behoorlijk wat pieken naar hogere temperaturen. Dus als de Kim heen zit, dan gaan we ook de warme lucht in Nederland krijgen en stijgt het kwik tot dicht bij de 20 graden. Heerlijke vooruitzichten, maar eerst dus nog een paar dagen met iets koeler weer en vooral zondag ook wisselvallig weer. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl